Hallo, welkom hier bij de galerieopening van Robert en Marcel. Hoe heet de galerie, weet jij dat? Het heet Concept 13. Waarom mag Joost weten, maar ze hebben iets met het getal 13. Ze willen geloof ik ook om de 13 weken een nieuwe expositie neerzetten. En ze zijn ook getrouwd op de 13e, dus... Martin, jij hebt net een non-issue heb jij geopend, ja, hè? Ja. Wat is de issue? De non-issue. Mensen, kijk. Het zijn verschillende aanleidingen ervoor. De eerste aanleiding was eigenlijk dit iconografische beeld van Catherine Hamnett. Ja. Die Margaret Thatcher in 1984 ging ontmoeten. En toen heeft ze snel in de play van Downing Street heeft ze dit shirt gedaan. 58% don't want Pershings, kruisraketten. En ik vond het een heel interessant gegeven, omdat ze dat nu in 2011 daar ineens in de Vogue over ging vertellen. Hoe dat uiteindelijk ging. Want, het schijnt dat Thatcher zo professioneel is, want zij was natuurlijk totaal gefuckt dat dat gebeurde. En die zei tegen Catherine Hamnett, frankly dear, I think you're at the wrong party. Want wij hebben geen Pershings, we hebben andere soort kruisraketten. Waarop Catherine Hamnett weer als echte Engelse beledigd was, zei ze, I thought it was rather rude, because I was invited to that party. Maar goed, dat vond ik een heel interessant gegeven, dat het uiteindelijk na al die jaren helemaal niet meer ging over dat activisme in fabric. Hè, dat wilde ik eigenlijk onderzoeken, maar op een veel bredere manier. Je hebt ook in de jaren 30, hè, de tijd van cabaret, dat mensen zichzelf heel erg teruggetrokken in hun eigen wereld. Kate van Harreveld, die hier hangt, is daar een heel goed voorbeeld van. Cedric ook, dat is ook heel erg... Heel erg jaren 30, zo van we doen net of er niks aan de hand is, terwijl de nazi's al aan de deur staan te kloppen. En dat vond ik een interessant gegeven van hoe ben je een soort activistisch bezig. Maar je hebt het over het activisme op textiel, zie je dat dan niet in de straatbeeld ook? Dat heel veel t-shirts met leuzen en teksten? Nou, dat is het hele kwestie, van het dat heeft zeg maar die zwaarte niet meer omdat het vercommercialiseerd is, omdat mensen zijn. Dus hoe ga je daar nu mee om? Maar een ander stokpaardje van mij is eigenlijk dat een expositie in een galerie vaak een zieltogend bestaan heeft. Hè? Komt af en toe eens een keer iemand binnendruppelen. En bij de opening, als ze heel succesvol is, staat iedereen met zijn drink met de rug naar het ding toe. Dus ik dacht, hey, activisme on fabric, ik ga alle kunstwerk op een sjaal drukken, een soort chic materiaal, ja. Hè, ook een tegenstelling van activisme. Als modeshow laat ik het zien en daardoor wordt iedereen gedwongen om dat werk gewoon te bekijken. En heb je ook bewust gekozen voor allerlei verschillende soorten modellen? Nee, de modellen waren eigenlijk uitgekozen door de kunstenaar zelf. Het waren of de kunstenaar zelf, of hun vrouw, vriendin, fuck, wat is meer, zei her en der een traf die niks te doen had. Je weet hoe dat gaat. Ik heb geen idee, meid. Druk zat, vrouw. Ik was het niet, hoor. Ze heeft het heerlijk gepresenteerd, meiden. Ja, ze stond daar. Het is open. Ik neem het even over. Zei deze vrouw,
Die stond voor een groot doek van Niels Schumeulman, de grote calligrafist die dat doek voor ons heeft gemaakt. En dat het contrast met deze vrouw kon niet groter zijn. En dat maakt het ook fabuleus. Welkom. Ik zou graag eventjes Marcel en Robert hier naar voren willen halen. Welcome everybody to the Gallery Concept 30. We will now open this gallery. This was a performance show from Martin de Waal. What is Concept 30 first of all? We wanted a concept gallery, a new gallery. So we're mixing up all styles in a nice environment. So we combine modern art, antiques, fashion in one building. Albert Geertjes is having an exhibition here. You see some work here in the front. We will now open the backside of the gallery, which is another exhibition space. There's also the champagne, chocolate, the free bar with cheese, food, and a lot of war style. The other exhibition is Erik Adam, Shop Till You Drop. Is there anything you want to say yourself about that? Several corners here that are styled by Mare and by Bartel. You will know probably who's who. So now let down the curtains everywhere, go to the back, have your drink, yeah? Have fun. Welcome.